start-up eigenlijk het beste kan je bootstrappen. Dus gewoon heel op eigen kracht beginnen. Dat betekent gewoon honger lijden, huurachterstand oplopen en met eigen middelen de start-up bouwen. Zeker als je een web-start-up doet, kan dat gewoon steeds beter, steeds makkelijker. Je hoeft geen dure servers meer te kopen. De ruimte kan je gewoon allemaal huren in de cloud. Dus als dat kan, is dat ideaal. Dan hou je alle aandelen zelf. Ja, lukt dat niet? De eerste waar je gaat kijken is familie. Bel je tante aan gaat, hoop dat ze goed gespaard heeft. Misschien dat zij dan kan helpen. Crowdfunding is een optie. Dan laat je je potentiële klanten betalen. Dan hebben ze ook direct een binding met je bedrijf. Dus daar zitten heel veel mogelijkheden. Dat gaat heel snel. De volgende stap zijn de informals, dus rijke particulieren. Moet je wel iets van een netwerk hebben, die moet je wel tegenkomen. Dus dat betekent toch echt netwerk bouwen, gaan praten, naar borrels toe, etc.